Helene Beems loopt bij haar dansschool naar binnen. De normaalste zaak van de wereld, zou je zeggen. Maar zo was het lange tijd niet voor de 17-jarige Grote Broekse. Haar ouders konden de contributie niet meer betalen. Maar dankzij Stichting Leergeld kon ze blijven dansen en dat doet ze inmiddels op hoog niveau. Dankzij hun heb ik de droom waar kunnen maken. Want als hun er niet waren, dan heb ik dat misschien wel niet kunnen doen. Helene is lang niet de enige. Stichting Leergeld heeft al zo'n 7000 kinderen geholpen. En dat het economisch goed gaat, merken ze niet. In 2016 werden 700 kinderen geholpen. Dit jaar stijgt dat naar zo'n 900 jongeren. Dat valt ons eigenlijk ook wel op. Maar ja, het is jammer, maar voor heel Nederland geldt eigenlijk dat toch zo ongeveer 10%, bijna 10% van de gezinnen met financiële problemen te maken hebben. Dus ja, dat is als je dat vertaalt naar een klas in een school en je hebt 30 leerlingen, dat zijn er toch 3 van de 30. De stichting viert vandaag het 10-jarig bestaan, al roept het ook wel dubbele gevoelens op. Aan de ene kant is het echt wel een feestje, maar het is natuurlijk ook nog steeds triest dat het nodig is. En ja, dat is dat andere gevoel. We zouden ons het liefst willen opheffen, maar ja, zolang het nodig is, doen we het natuurlijk. Helene heeft geen steun meer nodig, maar is nog steeds betrokken bij de stichting. Volgens haar is armoede een onderschat probleem waar een taboe op heerst. Ik vind ook dat imago eraf moet, want ik snap het hoor, dat je je ervoor schaamt. Dat is ook logisch, maar je moet ook omarmen wat deze stichting voor je kan doen. En ik vind dat het belangrijk is dat vooral de jongeren die zich zo ontwikkelen, gewoon kunnen doen waar ze van dromen.